We zijn daar benaderd door een groep van, eigenlijk van allerlei superboeren en jongens die achter de graafschap staan. En die vroegen of wij kosteloos eigenlijk maar de opbrengst, wat het opbrengt, af wouden geven aan de club voor een nieuwe kantine. En dat vonden wij ook wel een goed idee. Het is wel echt, ook echt een tattoo shop geworden, ook qua inrichting. Ja. We hebben de graafschap op de GGD benaderd dat we dat mochten. En, we hebben een klantje of 20 hebben we vandaag, dus er gaan er 20 met een graafschap logo naar huis. Waarom laat je die G op je lichaam zetten? Waarom? Ja, alles voor de kantine. De kantine moet wat groter worden. Onze supporters, die supportersgroepen worden alleen maar groter. En dat steunt ons wel een beetje om de kantine wat groter te krijgen. Je hebt de kop nog redelijk strak staan. Doet het eigenlijk een beetje pijn, zo'n tatoeage? Nee, eigenlijk niet. Nee, het doet even pijn, maar daarna kietelt het alleen. Het is gewoon even wennen. Dat is alles. Ik heb er nog één van de graadschap, maar dat heeft me helemaal niet geen pijn gedaan. En nu, niet als voetballer, maar als tatoeëerder op de Vijverberg. Hoe is dat dan? Ja, hier ligt toch wel een beetje mijn roots, zeg maar. 10 jaar gespeeld. En als ik dan hier zo zit, dan doe me heel veel denken aan toen dat ik hier 2 jaar mocht zijn hier, voetballen. Althans niet veel wedstrijden in het eerste, maar toch wel, hier ligt wel mijn plekje. En om hier nou zo te zitten en voor de graafschap dit te mogen doen, dat is, is wel heel mooi. En waarom vind je het zo mooi om een logo van een voetbalclub, van de graafschap in dit geval, op je lichaam te hebben? Nou, de graafschap is gewoon mijn alles. Ik ga heel vaak naar de graafschap toe. Ik doe alles bij de graafschap, zit bij de vrijwilligersvereniging. En de graafschap is op dat moment gewoon alles voor mij. Alles moet dan ook voor mijn wijken op die avond of die dag. Er kan ook niks extra's tussenkomen, want de graafschap is de graafschap. Wat dat betreft is dit ook niet de laatste als ik dat zo hoor. Nee, als het even allemaal kan, dan worden er misschien nog wel meer, ja. Heb je zelf eigenlijk ook wel iets van de graafschap op je lichaam staan? Nee, dat is een goeie. Ik zit helemaal onder, maar ik heb helemaal nog niks van de graafschap eigenlijk staan. Kan eigenlijk niet, hè. Misschien nog een plekje over? Ja, wie weet. Grote Vijverberg op de rug? Nou nee, dat heb ik toen 1 keer voorgesteld aan een vriendin van mij, maar die zei die wil niet naast me wakker worden met een Vijverberg. Absoluut niet, zei ze.